Hi, Greg. Leuk je kijken naar Korte Weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 30. En dat is van maandag 23 juli tot en met zondag 29 juli. Als je de kaarten schudt om te kijken wat week 30 in petto heeft voor jullie, heb ik daarbij de volgende kaarten. De schildknaap van pentagrammen. De hoge priesteres. En de koning van pentagrammen. Het lijkt een week te zijn waarin je zeker een bepaalde overwinning voor jezelf gaat behalen. Je gaat in eerste instantie kijken hoe je bepaalde dingen vooruit kunt gaan komen. Het kan zijn dat je gaat onderzoeken dat je bijvoorbeeld nog een studie moet gaan doen. En in ieder geval iets waar je aandacht aan moet gaan geven. En dat doe je niet alleen maar buiten jezelf. Hè. Je gaat ook echt wel bevoelen van wat heb ik op dit moment nodig en waar wil ik graag komen. En ik heb het idee dat je hier eigenlijk vrij snel voor jezelf uit gaat komen. Je weet heel bewust wat je wilt gaan doen. En het lijkt ook echt wel iets te zijn waar je voor langer tijd een commitment voor gaat sluiten. Maar het is wel iets waar je zelf echt wel gelukkig van gaat worden. En het is iets waar je eigenlijk in je kern door geraakt gaat worden. Je gaat er wat stabieler van in het leven staan. Dit was alweer de Korte Weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne zonnige week.